ACV door die nederlagen inmiddels afgezakt naar plek 17 in de derde divisie. En dat is onder de rechtstreekse degradatiestrepen. Dus zal er eigenlijk wel een keer weer gewonnen moeten worden. Maar uit, u weet het, gaat het niet al te best met de ACV. Wat heet, 9 keer een uitwedstrijd gespeeld en alle 9 gingen verloren. Maar goed, tegen Scheveningen gloort er toch wel een beetje hoop. Want thuis werd er van deze ploeg met 5-2 gewonnen. Want dit is de 13e minuut. De counter die is messcherp en wordt afgerond door Brandon Robinson. Het is 1-0 voor Scheveningen. Terwijl ACV denkt aan een aanval. En eigenlijk ook iedereen in de voorwaartse stellingen staat, gaat het dus mis. Alhoewel hier Sijp natuurlijk had moeten ingrijpen. Maar Sijp wordt geklopt door Barry Rog. En die houdt het overzicht. Heeft een prima paas. En daar kan ook Boering, de doelman van ACV, er niets meer aan doen. De voorsprong dus voor Scheveningen. En hij, Fred de Boer, baalt als een stekker. Dan ACV met Jelle Wagenaar. Het is Daniel Schans. Voorzet richting Marco van der Heijden. Hij niet. De bal blijft dan een beetje hangen. En dit is goed van Veenstra. Die tikt de bal naar voren. En dan gaat Samer Hendricks onderuit. Is het een penalty? Ja, 6 scheidsrechter Schaper. Maar reglementair vraag ik me het maar af. Tja, zeg het maar. Het lijkt ongelukkig. Ik denk dat het ook ongelukkig is. En dus is dit een cadeautje voor ACV. Marco van der Heijden achter de bal en hij schiet binnen. Het is gelijk en dat na 24 minuten spelen. Opbouw bij Scheveningen. Gaat moeizaam. Foutje Rog. Nou, Veenstra. De 2-1 voor ACV. Nee! Oh, oh, oh. Hoor je Veenstra, die moet je maken. Dat weet hij maar al te goed. Veenstra mist. En dus geen 1-2. En aan de andere kant weer een kans voor Scheveningen. Die ploeg kreeg de betere kansen in de eerste helft. Maar ACV houdt stand door een uitstekend keepende Bart Hoering. Opnieuw Scheveningen. Björn Wagenaar met een voorzet. Kopbal Tim Peters en heerlijk de redding. Opnieuw van Bart Hoering. Schitterend. Die bal uit die kruising geranseld. En het ongeloof kan je bijna zien op de gezichten van Scheveningen. Nu de thuisploeg. Overname ACV. Countertje? Nee, niet echt. Van ACV kan die bal niet naar voren schieten. En dus neemt Peters over. En is het weer Boering. Die keert de bal via de paal eruit. En dus overleeft ACV die storm van Scheveningen vlak voor rust. Dan de tweede helft. Met de eerste kans voor ACV. Het is Marco van der Heijden. Maar de doelman van Scheveningen, Wolsheimer, keert. Corner blijft staan. Kopbal de Vries. En ook deze bal had er wel in gemogen. Dat had ook mooi geweest voor ACV. Want de ploeg kan wel een meevalletje gebruiken in deze fase van de competitie. Want het gaat moeizaam. Dan aan de andere kant. ACV komt meer en meer onder druk na het eerste kwartier. Een vrije bal voor Scheveningen. Dit is Levi Schwiebe. En hij schiet de bal over. Maar daar zat Boering nog net even aan. Opnieuw de thuisploeg. Klein kwartiertje nog. Overleven, zou je denken. Ja, het is niet handig. Het stappen van Nick Westerbrink. Vrije bal blijft staan. Schwiebe, de specialist. Net schoot hij over. Nu raakt hij de paal. En dan is het daar Tim Peters. Het is 2-1 voor Scheveningen. Wat een domper voor ACV. Maar de druk werd groter en groter. Ja. En als je veel vrije ballen tegenkrijgt, dan kan het een keer fout gaan. Tim Peters scoort. En Bart Boering is voor de tweede keer geklopt. Dan de slotfase. Nog een grote kans voor de thuisploeg. Het is Robinson die recht in de handen van Boering komt. En is het dan nog tijd voor ACV? We zitten inmiddels in blessuretijd. Eleveld met de voorzet. Wie kan hem koppen? Molenma niet. En dan is het afgelopen. Ook uitwedstrijd nummer 10 gaat verloren. Ja. Zwaar kloten, ja. Ja. Zegt elke keer, ja, hier kan je punten pakken. Hier. Ja. Nou, ja. Als je elke keer dit gebeurt, dat doet hartstikke zeer. Ik heb nu net ook tegen de spelers heel weinig gezegd. En gezegd van,
Op z'n Hollands heb ik 3 letters gebruikt. Meer woorden maken ik even niet aan vuil. Kut. Blijven we bij elkaar zitten, drinken even een glaasje. En dan volgende week gaan we weer de kop omhoog doen. Maar nu moet maar even, ja, dit moet je inverteren. Dat geldt voor de jongens, dat geldt voor mij. Dit doet pijn. Hè. Hoe lang heb jij in een goed resultaat geloofd? Tot de tweede goal. Nou ja, we komen op 1-1. Daar mogen we niet over klagen, denk ik, de ruststand. Omdat we een penalty krijgen. Maar ook nog natuurlijk een paar kansen tegen krijgen. Waar hun ook uit kunnen scoren. We hadden zelf ook een hele grote kans op 2-1, Hooije Veenstra. Ja, ik was veel te ongeduldig. Ik moest hem gewoon op Saber tikken, die stond helemaal vrij. Ik zag hem eerst ook wel. Alleen op training gaan ze er altijd in. Ja, ik raak hem verkeerd. Ja, stom. Ja, en dan krijg je voor de zoveelste keer de deksel op de neus. Ja, waarom eigenlijk, vind jij? Ja, misschien een mentale kwestie. Kijk, misschien komen we wat kwaliteit tekort. Je kan alles, alle dingen erover zeggen, maar ik denk dat het dit niet meer toeval is. En ja, het is een lastige situatie dit voor ons. En dan de stand in de derde divisie. Koploper Spakenburg 40 uit 18. Dan Almere City 2. En die twee ploegen lijken te gaan uitmaken wie er kampioen gaat worden. De onderste 6 ploegen vanaf FC Volendam 2 verloren gisteren. En dus is er onderin niet veel veranderd. ACV speelt volgende week, gelukkig zou je bijna zeggen, weer thuis. En dan tegen Capelle.